raadt nooit wat ik van Charles gekregen heb. Hij raadt nooit wat ik van Charles gekregen heb. Ja, nee, dat raad je nooit. Ja, dat raad je nooit. Collectieboek. Collectieboek. Heb jij hem ook? Heb jij hem ook? Ja, ik heb hem ook. Ja, ik heb hem ook. Een mooi boek, hè? Nou, wel een mooi boek, hè? Moeten we ermee? Ja, dan moeten we daar eigenlijk mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. U bent van de Nederlandse Vereniging van Tweelingen. En dat is een vereniging ten behoeve van wat? Van de wetenschap. Ah. En ook nou ja, voor gezelligheid. Voor gezelligheid. Maar er worden proefjes op u gedaan. Ja. En bijvoorbeeld bloed prikken bij de een en dan gaan ze kijken ja, wat de verschillen zijn tussen. Hoe je erop reageert? Ja, op fluor van je tanden. Dan krijgt de een wel fluor en de andere niet. Oh, oké. Okay. En u wilde een specifiek schilderij zien, heb ik begrepen. Piet Mondrian. Piet Mondrian. Compositie nummer 2. Compositie nummer 2. Goed. Zullen we gaan? Ja, oké. Okay. Dag. Ja, ik doe dit nu al een paar maanden. Een paar maanden staat ik hier dan buiten voor Boijmans. En je kan je energie natuurlijk op een heleboel verschillende manieren gebruiken. En ik heb besloten gewoon om het voor de kunst te gaan doen, weet je. Ik stond eerst gewoon eens uitsmijten. Mevrouw, mevrouw, mevrouw! Kun je een beetje cultuur opsnuiven? Hé? Ah, hier staat ik dan altijd een beetje. De mensen gewoon te roepen, de mensen naar binnen te lokken. Dat is belangrijk, hè, dat mensen gewoon kunst zien. Dat deze meneer. Meneer, wanneer ben je voor het laatste museum in geweest? Ja, 3 jaar geleden. 3 jaar geleden, meteen naar binnen nou. Die kleine meid mee, hups opsnuiven. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat is gewoon een jong gezin, ja, met een man, een kindje. De kindje heeft misschien nog nooit Gustav Klimt gezien. Weet je wel, de schreeuw. Ah! Dat is gewoon mooi dat hij het daar vol pikt. Joost? Ja? Ja, we hebben van Boijmans hartstikke een mooi boek gekregen. Maar wat moet ik ermee? Het is een boek van jullie collectie. Alle 140.000 dingen die jullie hebben, staan erin. Is het niet heel erg ingewikkeld? Het is heel erg veel. En ik heb geprobeerd om het niet ingewikkeld te maken. Ik heb geprobeerd om van die data, die hele hoeveelheid, die 140.000 dingen, om daar informatie van te maken. Door het op verschillende manieren, verschillende ingangen te bieden tot het werk. Dit zijn tijdlijnen waarop al die werken staan, georganiseerd naar wanneer ze ontstaan zijn. Maar ook een tijdlijn wanneer ze nou gekocht zijn. Hè? Wanneer zijn ze nu bij het onderdeel van het museum geworden? Maar ze staan ook hier georganiseerd van groot naar klein. Want ze lijken nu allemaal even groot in het boek. Ja. Of naar kleur. Je kunt ze ook naar kleur organiseren. Of waar de kunstenaar geboren is. Dat Hoe kom je erop om het zo te doen? Ik heb ook heel veel andere boeken gemaakt. Eerst en ook een aantal atlassen. En voor mij is dit een atlas zonder kaarten. Want een atlas is dus eigenlijk een gereedschap. Daarom ook die duimgreep aan de zijkant, dat je gewoon heel makkelijk erin kan zoeken. En dat je meteen weet waar je moet zijn. Zo moet je het ook gebruiken. Daarom is het denk ik goed dat jullie hem allemaal gekregen hebben, want het is een gereedschap voor jullie. Opsnuiven. Kijk, zo kun je geweld ook op een positieve manier gebruiken. Hè? Dus niet zomaar op een voetbalveld iemand kapot slaan, maar sla eens iemand een museum in, denk je dan. Ja, goeiedag meneer. Geef wat vragen, u wilt stoppen. Loop alsjeblieft. Ja, ik, ja, ja. Sorry, wat voor uw tijd? Ik heb afspraak om 20 minuten, over 20 minuten. Ja, dat zal wel, maar als u wel tijd hebt. U moet ook tijd maken voor kunst, hè meneer? Ja. Ik heb al stiekem door pit lopen, maar zo gaat het even niet. Ja, dan ben ik link. Rustig om. Nee, niks rustig om. Dit is de laatste keer dat u in het museum bent geweest. Ja, wil ik even denken. Ja, ik denk ja.
Gaat u zich toch schamen, meneer? Nee, u gaat nu naar binnen. Ja. U gaat een kaartje kopen. Komt u maar, ik neem u even mee in uw kraag. Naar binnen toe! Lopen nou! Lopen, zeg ik! Ja, pas op, God. Alles! Zelfverdediging! Kijk eens hier! Kom, alles! Hé, in de gaten, jongen! Nou, dit is dus het werk waar u voor gekomen bent. Compositie 2. Het is een werk uit 1929. In die tijd had men de fotografie ontdekt. En was eigenlijk een van de hele belangrijke redenen van de kunst. Was ja, niet meer nodig. Dat was het nabootsen van de werkelijkheid. Dat deed de fotografie. Dus de kunstenaars waren enorm op zoek naar wat dan wel hun taak of de waarde is die zij vertegenwoordigen. Dan kan je me laten zien hoe je dat doet. Rangschikken. Ja. Ik pak even wat dingen. Dit is de collectie. Er zitten platte werken in, er zitten sculpturen in, er zitten dingen in die een beeldhouwwerk zijn, er zitten heel functionele dingen in. En dan ga ik ze organiseren. Ik kan ze bijvoorbeeld gaan kijken van, deze zijn van hout. Ga ik het op materiaal bekijken. En dit is plastic. Maar ik kan ook kijken, wat is het oudste? Want zo'n dinosaurus is natuurlijk ouder dan zo'n pistool. En dan zal deze ook ongeveer hier zijn. En deze is van plastic, dus die is wat later. Een beetje een tijdlijn gemaakt. Zo ga ik dan kijken van op hoeveel manieren kun je het organiseren. En ook wanneer wordt het interessant? Wanneer levert het wat op? Hij wordt beïnvloed door de cubisten, door het pointillisme. Weet je, met al die kleine stipjes heeft hij ook gedaan. Ja. Nou, zo ontwikkelt hij zich steeds meer. En in het begin van de 20e eeuw, nou, de Eerste Wereldoorlog, noem maar op. Ja, mensen verliezen het geloof. Of het geloof wordt minder eenduidig als het daarvoor altijd was. En gaan naar andere grote waarheden zoeken. En daar, Mondrian, die was op zoek eigenlijk naar universele waarden. Dus dingen die groter zijn dan alleen maar wat er op dat moment wordt afgebeeld. Dus hij wilde eigenlijk dat je kijkt naar dit, dat dit het ook alleen maar is. Dat je niet denkt, oh, dat lijkt op dat en dat. Maar het is alleen maar dit. Ja. Waar hij naar, wat hij bij de kijker wil oproepen. Hij kwam uiteindelijk tot de primaire kleuren, de geel, blauw en rood en wit en zwart. Hè. Dat is, die combinatie zie je het meest van hem. Waarom dit schilderij heel uitzonderlijk is, omdat het maar twee van die primaire kleuren. Maar die kleuren doen alleen maar aan zichzelf dingen. Bijvoorbeeld groen, ga je misschien aan blaadjes denken of aan bomen of weet ik veel wat. Of bruin, ga je aan verval denken. Dat wil hij allemaal niet, dat je daar allemaal niet aan denkt. Hij wil alleen maar dat je daaraan denkt. Wat vind je eigenlijk van rangschikken in het algemeen? Ik geloof niet in niet rangschikken. Ik denk niet dat je het gewoon helemaal kan doen zonder, zonder dat je het gaat als lezer, dat je daar orde in gaat zoeken. Rangschikken mensen automatisch? Ik denk het wel. Je moet maar zien hoe mensen ook hun huis inrichten. Hè? Of hoe ze de bloempot op de vensterbank zetten. Of de kussens op de bank leggen. Daardoor doen ze het toch of symmetrisch of op kleur. Kan rangschikken ook gevaarlijk zijn? Ja. Categorieën maken, ordenen, is natuurlijk dat is natuurlijk dubieus. En dingen namen geven en onderscheid maken tussen bevolkingsgroepen of tussen is natuurlijk gevaarlijk. En ik probeer daar een soort spel mee te spelen. En waar hij ook mee bezig was, de verhoudingen. Dus hoe het ene zich tot het ander verhoudt, daarmee maak je de vorm duidelijk. Als ik twee dezelfde dingen naast elkaar zet. Ja. De vraag is of ik dan beter kijk naar wat die vorm werkelijk inhoudt,
of als ik ze in grootte laat verschillen. En daar speelt hij dus maar hij tegen. Speelt niet twee dezelfde vlakken. Nee. Zoals wij zijn twee dezelfde. Ja, maar het rare is dat als jullie naast elkaar staan... dat ik als kijker ga kijken wat jullie verschillen zijn. Ja, ja, dat doe je natuurlijk ook in zo'n schilderij. Ja. Ja, en dat gebeurt hier ook. Doordat je naast elkaar zit, ga je beter kijken naar het... En dat is bij... Ja, bij tweelingen merk ik, als je die zo overweldigend voor hebt... is dat ook dat je de hele tijd zit je te kijken. Ja. Waar verschillen jullie dan? Ja. Ik kan me best voorstellen dat het laatste collectieboek is... dat de volgende keer dat het gewoon een digitaal ding is. Een website of een iPad-app of iets anders wat er dan is. Ik probeer wel in de boeken die ik maak... ook al is het papier en ook al is het inkt... probeer ik me wel bewust te zijn van wat er nu... op wat voor manieren mensen nu met informatie omgaan. Dus dit boek gaat ook heel erg over internet. Ik denk dat een van de dingen waar vandaag over gaat... dat er zoveel is dat het zo snel gaat... dat je het eigenlijk niet meer zo makkelijk kan benoemen. Want als je het benoemt, is het eigenlijk al achterhaald. Wat dat betreft hoort het ook bij vandaag. We hebben zoekmachines nodig. En als we zoeken, gaan we ook een soort... op een bepaalde manier gaan we in die wolk die het internet is. Zoeken op kleur of op naam... En dat gaat dit boek ook over. Want een paar dingen is nog wel... Zo'n plankje als dit is nog wat te bedenken. Maar als het 140.000 objecten is, dat is gewoon ongelooflijk veel. Dat kun je gewoon niet bevatten hoeveel dat is. Op een gegeven moment ben ik ook gaan uitrekenen hoeveel... Of je wel al die spullen in het museum kwijt kan. Maar dat kan dus niet. En de conclusie is dat je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15. Meer dan 15 musea nodig hebt om alle werken te laten zien. We hebben dus eigenlijk veel te veel. Je hebt veel te veel. Ja. Dat zoeken naar orde en harmonie, dat is eigenlijk wat hij laat zien. Dat wil hij eigenlijk dat je dat meemaakt als je naar zijn schilderijen kijkt. Hij maakt niet zomaar flop, flop streepjes. Maar hij laat bijvoorbeeld, deze lijn loopt net even door. En daar zit ook een gedachte achter. Dat dit beeld maakt deel uit van iets groters. Zoals wij allen uiteindelijk deel uitmaken van iets groters. Lekker een Boijmans in. Heel goed. Mensen, een beetje... Wanneer heb je van het laatste museum geweest? Meneer. Wacht eens eventjes. Hoe lang ben je naar binnen gereisd? Een kwartiertje of zo? 20 minuten. 20 minuten? Ja, ja. Wat heb je dan gezien? Ik heb de hele collectie gezien. De hele collectie in 20 minuten? Oh ja, wacht eens even. En wie schilderde dan compositie nummer 2? Piet Mondrian. Ja, dat klopt wel. En wanneer dan? Dat was van 1929. Ja, dat klopt ook. Dat heb ik gezien, ja. Ik heb echt alles gezien. Oké. Okay. Ja, goed toch? Weet. Heb je wat opgestoken? En hij dacht ook... dat als we eenmaal die harmonie zouden bereiken in de wereld... en dit was zijn bijdrage daaraan... dat er geen kunst ook meer nodig zou zijn. De kunst helpt jou die harmonie... of in ieder geval om je daarvan bewust te worden. Dus het grote, dat alles één grote eenheid is. Het universele. Ja. Goed, gaan we nu... komt u maar mee. Het schilderij dat moet opgevat worden als een soort weergeven van een grotere realiteit. Een materialisatie van onzichtbare principes die ten grondslag liggen aan de diepste ordening van het universum. Dat wordt bevestigd door die uitbreiding, het omringende verdwijnen, opgenomen worden in de abstracte omgeving als geheel. Waarin al het omringende afspiegeling zou zijn van beginselen van woorden en harmonie.